Afgelopen zondag is Fritz Korbach op 66-jarige leeftijd overleden. Korbach, die tussen 1990 en 1992 hoofdtrainer was van SC Heerenveen, was ongeneeslijk ziek. Korbach kwam in februari 1990 in dienst bij Heerenveen als opvolger van Ab Gritter. Amper een paar maanden later doet hij wat niemand voor mogelijk had gehouden. Hij promoveert met Heerenveen via de nacompetitie naar de Eredivisie. En dan houdt Van Hende het voor gezien. Heeft Korbach het gemaakt, wordt hij geluk gewenst door zijn sportieve collega Ben Hendricks. En kan het Friese carnaval beginnen. Nou sta je met nummer 16 van de Eerste Divisie volgend seizoen. Minus nog je aanvoerder die al bij Utrecht getekend heeft in de Eredivisie. Ja, dat zijn coole gegevens. En we gaan morgen de zaak eens bij elkaar vegen en eens een paar dingen proberen in te vullen. Ja, en dan weten we in feite natuurlijk ook exact hoe we ervoor staan. Ik moet wel zeggen dat als je over trainers praat, dat hij wel in mijn geheugen staat. En hij was al bijzonder in eigenlijk voor mij twee dingen. Hij hield van het leven volgens mij. En hij was als trainer, vond ik eigenlijk dat hij liet zien dat humor en werk en sfeer ook belangrijk is voor prestaties. En dat wist hij als geen ander voor elkaar te krijgen. Alfred was een hele gezellige kerel. Man die deed wat hij zei. Was heel betrouwbaar, ook voor de jongens. Heel belangrijk, heel herkenbaar. En Frits die had zijn eigen taal gebruikt, dat was ook heel bijzonder. En Frits die hield van een wijntje en een treintje, dus dat was ook niet ongezellig. In Frits' zijn omgeving was het heel goed toeven. Wat ik me kan herinneren toen hij bij Heerenveen kwam, hè, was op een maandagavond hoe ze bij elkaar zitten. Hij zei vanaf morgen zijn we allemaal full prof. Nou ja, toen staken de tiende hand op. Die zeiden van, dat kan niet, want wij werken allemaal. Ja, nou, dan zei hij, ga je lekker in tweede voetballen. Dus hij was gewoon recht door zee. Dit is het en niet anders. Dus goed, dat typeerde hem wel. Laat je nou niet onder druk zetten. Kijk dan, godverdomme, die is eens een keer in de wedstrijd dan ook. Godverdomme dan. Tuurlijk! Als je veel niet op hebt, Bob. Hou je! En dan moet je beweging in de kom accent. Hij deed ook altijd mee met partijtjes, schemerschermers voor. En dan kwam Alto Belli het veld in. Dus dat was, als jonge speler was dat natuurlijk wel heel bijzonder. En eigenlijk, zie ik dat nog als de dag van gisteren. En ik heb hem wel eens verrot gescholden hoor. Dan verdedigend ging het niet zo lekker. En dan moest je 10 tegen 1 spelen. Dan was ik de enige verdediger tegen 10 aanvallers. Ja, en op een gegeven moment raak je frustreerd. En dan schop je er geen dwars in het midden. En dat vond hij gewoon prachtig, joh. In zijn eerste volle seizoen bij SC Heerenveen lukt het Fritz Korbach net niet de club in de Eredivisie te houden. Heerenveen komt slechts 1 doelpunt tekort op SVV. Een teleurstelling voor iedereen die van de club houdt. Kijk, toen zijn we in de winter, hebben we er nog wat bij gehaald. Onder andere Kamataru en René van der Gijp. En nog een keeper erbij, ik dacht Jakstorm. Dus dat betekende dat we wat versterking kregen. En achteraf, als we de eerste helft van de competitie net zo goed hadden gespeeld als de tweede helft, dan hadden we Europees voetbal gehad. En we haalden op een punt na, tegen FC Groningen, hebben we het net niet gered. Want de laatste wedstrijd verloor Ajax van SVV en dat betekende voor ons degradatie. Toen Van der Gijp en Been hier bij Heerenveen speelden, toen waren de mannen altijd met z'n drie op pad. Moet kunnen in de avontuur uiteraard, maar op het moment dat hij op het veld stond, toen, dan had hij zijn schemerschermers om en dan deed hij zelf mee. Ja. Het jaar erop toen hadden we het moeilijk en toen zijn we op een 4e/5e plek geëindigd en we wilden gelijk weer teruggaan en dat lukte niet. En het jaar erop is Frits nog voor de kerstdagen, toen zei hij van Korbach en een kalkoen, het is me net wie haalt de kerstdagen. Hè? En het was Korbach op dat moment niet, maar dat ontslag was ook heel bijzonder.
Want s'avonds zei ik, na het ontslag zullen we morgen vissen. Want volgens mij heb jij wel tijd. Hij zei, ja, daar heb je gelijk aan. En we zijn de volgende dag gaan vissen met z'n tweeën. En dat heeft nooit tot rancune geleid of wat dan ook. Frits is altijd een maat, grote maat gebleven. Hè? Ik ga het het Abel Lenstra stadion in. Wat is er? Moet je? Nou, ik wil er even in, ja. Mag het? Kaart? Kaart? Nee. Ik kom hier altijd, iedere zaterdag in deze disco. Geen kaart, geen disco. Wat zegt u? Geen kaart, geen disco. Nou, dat is dan lekker. Dat zou je altijd hebben. Nou, oké, laten we dan maar eerst gaan kijken naar de beelden van de wedstrijd die gisteravond gespeeld is. PSV Sparta. Laat me er nou in, hè? Hier een knaakie. Is toch duidelijk? Geen kaart. Een knaakie. Geen kaart, geen disco. Nou, hij blijft voor mij eigenlijk een hele bijzondere man die voor mij bewezen heeft dat eigenlijk voetbal, hè, waar toch heel veel druk op staat, dat eigenlijk humor en werk en presteren toch samen kan gaan. Als je bijvoorbeeld een waardeloze wedstrijd gespeeld had, ja, dan ging hij ook waardeloos trainen. Dat was Frits. Wij een keer moesten voetballen en dat was echt heel slecht. Maandags komen we op veld om te trainen en zeiden jullie slecht voetballen, ik slecht trainen. En dan moesten we 40 rondjes linksom en 40 rondjes rechtsom. En hij zat op een stoel in het midden met een sigaretje aan. En dat je klaar was. Dus ja, zo'n man was het gewoon. Dus dat had ook wel weer wat. Het hele bijzondere spraakmakende man die toch het hart bij het voetbal had. Hè? Echte voetbalman. In 2011 wordt bij Korbach keelkanker geconstateerd. Ondanks het vreselijke nieuws dat hij niet meer lang te leven heeft, blijft hij strijdbaar tegen de ziekte. Maar deze ongelijke strijd kan hij niet winnen. Frits Korbach is 66 jaar geworden.